Dinsdagavond was het eerste debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan de Rijn. Vakbond FNV was de initiatiefnemer. Alle 11 de partijen waren aanwezig, maar niet iedereen had zijn lijsttrekker afgevaardigd. Zo was SP-lijsttrekker Harre van den Nat er bijvoorbeeld niet. Ik had het gisteren met mijn fractievoorzitter erover van... Goh, is het niet handig als jij gewoon gaat als nummer 1 van de lijst? Hij zegt nee hoor, jij moet ook je kans pakken. En hij zag het ook niet zo zitten omdat hij een social media vete was begonnen. Hij zegt nou, ik druk mijn snor nog even nu het nog kan. Dus. En dat kwam SP duur te staan. Nummer 3, Onno Uitenbogaert, kwam niet goed uit de verf en nam bijna nooit het woord. Nee, dat klopt. In het begin wilde ik iets zeggen en toen werd ik onderbroken en toen sloeg ik een beetje dicht van de zenuwen, zo de eerste keer. Dat gebeurt wel eens, denk ik. Alles moet je leren. En ik had het graag anders gezien vandaag, maar het zat er niet in. Verder verliet beter Alphen-lijsttrekker Wil Verschuur halverwege het eerste deel het strijdtoneel. Ik vind het zelf niet zo sportief en met rust. Ik wil je vragen om dat dan daar nog een keer toe te lichten. Nee, je staat er niet voor Jopie. Je staat er als vertegenwoordiger voor de democratie. Na de pauze sloot Verschuur op verzoek van de organisatie weer aan. Het debat ging onder meer over werkloze 50-plussers. Bedrijven moeten aanspraak kunnen maken op subsidies en de gemeente moet ondernemers actief de helpende hand reiken, zodat deze doelgroep weer aan het werk komt. Dat betekent dat we de werkgevers verbinden met de werkzoekenden, zeg maar, en kijken naar welk scholingsprogramma er gericht nodig is om mensen in staat te stellen om die vacature in de bedrijven in te vullen. Dus het zal maatwerk zijn voor deze groep. Als we kijken naar de arbeidsmarkt, hè, dan is de flex manier van werken gewoon een onderdeel gewoon daarvan geworden. Net als dat een vast contractor is, heb je ook flexcontracten. En juist de flexcontracten geven de ruimte aan ondernemers, aan werkgevers om nog eens iemand extra aan te nemen. Of misschien ook wel iemand die net even een afstand heeft tot de arbeidsmarkt een kans te geven om weer mee te gaan doen. En er werd gedebatteerd over betaalbare starterswoningen voor jongeren. Alleen niet in het segment 500 euro of duurder, waar de komende tijd veel appartementen van worden opgeleverd in Alphen, maar in de prijsklasse 300 tot 400 euro. Waar je aan zou kunnen denken is dat je projecten realiseert waar iets meer uitgehaald wordt in een bepaald woonsegment, wat je weer kan investeren in een ander woonsegment waar we het al net over hebben. He, kan je een verdienmodel maken om aan de starterskant van de markt en aan de doorgroeikant van de markt te opereren en die gelden dan naar elkaar te laten vloeien. Dat moet volgens mij toch mogelijk zijn in onze Alphense politiek. Subsidie dus voor projectontwikkelaars, zodat er betaalbare, goedkope woningen voor jongeren kunnen komen. Daar zou ik me alles bij kunnen voorstellen, ja. Maar dan moet ik wel zeker weten dat die projectontwikkelaar dat geld niet in zijn zak steekt. Maar dat het echt gewoon, dat daardoor echt een heel lage of een veel lagere huur gerealiseerd kan worden. Want anders is het natuurlijk het paard achter de wagen spannen. Op www.studioalphen.nl kunt u het volledige debat nog eens terugluisteren en de complete interviews zien.